wanneer wordt het een automatisme dat je gezonde keuzes maakt, voedzame keuzes maakt die goed voor je lichaam zijn? Is het dan in die 6 maanden echt helemaal opgelost? Daarnaast speelt er natuurlijk ook mee dat sommige voedingsmiddelen triggeren ons om meer te willen eten. Ik kreeg in de afgelopen dagen van 2 van mijn 1-op-1 klanten exact dezelfde vraag over gezond eten, intuïtief eten, luisteren naar je lichaam, over dat onderwerp. Als 2 mensen mij dezelfde vraag stellen, dan weet ik sowieso van ja, dit zijn niet de enige 2 mensen die zich dit afvragen. Er zullen meer mensen zijn die deze vraag hebben. En daarom dacht ik, ik ga hier een video/podcast over maken, zodat ik je weer kan inspireren en een stukje meer informatie kan meegeven over dit onderwerp. Het gaat over de vraag, wanneer wordt gezond eten een automatisme? Of wanneer wordt naar je lichaam luisteren een automatisme? Of wanneer wordt intuïtief eten een automatisme? Ik zie dit een beetje als hetzelfde. Wanneer wordt het een automatisme dat je gezonde keuzes maakt, voedzame keuzes maakt die goed voor je lichaam zijn, wanneer je goed voor je lichaam gaat zorgen? Wanneer gebeurt dat? Hoe lang duurt dat voordat je daar komt? Ik neem deze video op niet om je te demotiveren, maar om heel eerlijk tegen je te zijn. Jullie weten ondertussen als je me langer volgt, ik ben heel eerlijk, heel open en ja, ik zeg je gewoon zoals het is. En daarom wil ik je ook zeggen dat dit nooit, naar mijn idee, 100% een automatisme kan worden. Ik ga je ook uitleggen waarom en ik ga je uitleggen wat er dan wel gebeurt en waarom het dan wel makkelijker wordt. Het wordt niet een automatisme omdat dingen die je automatisch doet, die je volledig op de automatische piloot doet, zijn altijd in een hele vaste routine en in een heel gelijke omstandigheid. Ik pas ondertussen weer even het licht aan. Ik geef bijvoorbeeld als voorbeeld, dat heb ik ook naar een van die klanten gedaan, de manier waarop je jouw voordeur dicht doet als je weggaat. Weet je, dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Je stapt de deur uit. Dat gaat op een bepaalde manier. Jouw deurklink, bijvoorbeeld onze deurklink, werkt op een bepaalde manier. Als je de sleutel dichtdraait, dan moet je nog wat aan andere handeling doen. Dat gaat zo automatisch. Waarschijnlijk heb je ook een plek waar je je sleutel vervolgens in doet. Daar hoef je niet bij na te denken. Je doet het automatisch. Ken je dat? Dat je 3 keer moet controleren of je eigenlijk daadwerkelijk wel die deur op slot hebt gedaan. Of die sleutel in dat vakje van je tas hebt gedaan. Of in je broekzak hebt gedaan. Omdat je dat gewoon compleet op de automatische piloot doet, omdat die situatie altijd hetzelfde is. Met voeding, met eten, is dat eigenlijk nooit zo. Iedere situatie is anders. Er speelt constant een ander gevoel mee. Weet je, de ene keer zit je goed in je vel, de andere keer zit je minder goed in je vel. Voor het dichtdoen van een deur heeft dat eigenlijk geen invloed. Voor hoe je eet en wat je behoeftes zijn van je lichaam, heeft dat heel, heel veel invloed. Het speelt ook mee wat er daarvoor is gebeurd. Heb je de dagen ervoor veel gegeten, weinig gegeten, voedzaam gegeten, niet voedzaam gegeten? Spelen er hormonen mee? Heb je veel gesport? Heb je veel bewogen of juist weinig? Hoe warm is het buiten? Dat speelt allemaal mee en nog veel meer met de behoefte die je op dat moment hebt. Het is dus nooit een 100% vaststaand feit, een vaststaande routine die je doet. Dus zal je er ook elke keer actief over moeten nadenken van hey, wat wil ik nu en wat is mijn behoefte nu en hoe reageert mijn lichaam op dit moment? Wat heeft het nodig? Dat is iets waar je over na moet denken. Net als dat je moet nadenken over het feit, ga ik vandaag sporten of is het misschien niet verstandig omdat mijn lichaam heel erg moe is? Weet je, dat is niet iets wat we gewoon simpelweg kunnen zeggen van joh, sporten is altijd de beste keuze. Nee, misschien heb je wel een blessure, misschien heb je wel een pijntje, misschien ben je wel extreem vermoeid. Misschien is er wel iets in je agenda waardoor het niet een verstandig plan is. Er zijn redenen om te bepalen van joh, het is nu niet verstandig of niet handig om te gaan sporten. Maar daar moeten we wel elke keer weer opnieuw over nadenken. En zo is dat bij eten ook zo.
Daarnaast speelt er natuurlijk ook mee dat voeding, sommige voedingsmiddelen triggeren ons om meer te willen eten. Van nature zijn we heel erg fan van zoet, van zout, van vet. Weet je, over het algemeen vinden mensen dat, ervaren dat als lekker. En als jij zoet eet, wordt er een bepaald stofje aangemaakt. Insuline heet dat, maar ik ga er niet heel veel verder op in. En er wordt, als je zeg maar snelle suikers eet, dus suikers die snel in je lichaam kunnen worden opgenomen, dan wordt er best wel veel insuline aangemaakt. En dat kan je lichaam op dat moment heel fijn vinden. En je kan dus meer behoefte aan zoet krijgen, omdat er gewoon veel insuline is. Kan je dus een zoetbehoefte houden. Vet triggert onze smaakpapillen. Wij vinden dat lekker, weet je, het geeft smaak aan voeding. Dus je kan meer zin krijgen in vet. Als iets bijvoorbeeld knapperig is, dan vinden we dat over het algemeen heel fijn in de mond voelen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, hè? Mensen die hier helemaal niet van houden, dat kan. Maar over het algemeen vinden wij knapperig fijn voelen in de mond. En dat triggert dus door eten. Het kan ook zijn dat een bepaalde voedingsmiddel een smaakversterker bevat, een bepaald E-nummer. Bijvoorbeeld in Chinees eten zit het heel vaak een bepaald E-nummer wat ons meer doet eten. Weet je, het is een smaakversterker, we vinden het extra lekker en daarom eet je wat meer. En dat is ook de reden dat je, als je Chinees eet, eet je heel vaak wat meer dan dat je normaal gesproken zou doen. Want ja, dat is gewoon die smaakversterker die dat doet. En zo zijn er ook andere smaakstoffen die ons meer kunnen doen laten eten. Oftewel, het is niet een automatisme. Je moet er met je koppie bij zijn. Maar wordt het dan nooit makkelijker? Ja, natuurlijk wel. Want je hebt nu patronen, gewoontes, waarin je heel erg vastzit. En als jij het heel erg jezelf hebt aangeleerd van, hey, ik negeer mijn lichaam, ik negeer mijn honger, ik negeer mijn verzadiging, of ik eet heel vaak te veel, ja, dan wordt dat een soort van gewoonte, weet je, dan wordt dat wat jij doet. En dit kun je natuurlijk wel evalueren met jezelf, van, word ik daar daadwerkelijk gelukkig van, of wil ik dat anders? En zo kun je deze gewoontes kun je aanpassen. Je kunt jezelf aanleren dat je van tevoren, voordat je iets gaat eten, eventjes nagaat, hoeveel trek heb ik eigenlijk? In plaats van gewoon maar blind je boterhammen op te eten. Ik heb jarenlang gewoon dezelfde hoeveelheid boterhammen bij de lunch gegeten. Nu heb ik mezelf aangeleerd dat ik voorafgaand aan de lunch even nadenk, hoeveel trek heb ik eigenlijk? En aan de hand daarvan bepaal ik hoeveel ik ga eten. Dat gaat niet automatisch, maar het denken van, hoeveel trek heb ik eigenlijk, waar heb ik eigenlijk zin in, dat is wel relatief automatisch. Maar het is dus wel iets waar ik eventjes over na moet denken. Maar dat is dus een van mijn nieuwe gewoontes. Het is ook zo dat het redelijk gewoonte is voor mij om, en ik zeg redelijk omdat het niet altijd gebeurt, als ik iets lekkers eet, dan vraag ik mezelf af, word ik hier echt gelukkig van? Weet je, wil ik dit nu echt eten? Voorheen, even een goed voorbeeld. Oh, bijvoorbeeld, als ik in een restaurant zat en een koekje bij de koffie kreeg, dan had ik eigenlijk het koekje al op voordat ik überhaupt door had dat ik hem op had. Weet je, het was echt automatisme. Kopje kwam op tafel en ik at het koekje op. Nu probeer ik altijd even bewust van dat koekje te genieten. Ook als ik een zak M&M's in huis had, het welbekende voorbeeld, ik heb dit al heel veel genoemd, dan dacht ik dat het voor mij gewoonte was om die hele zak op te eten, omdat ik het niet kon weerstaan om een klein beetje te nemen. Inmiddels weet ik dat dat echt een verhaal was wat ik mezelf vertelde en dat ik dus, ik heb mezelf daarin een andere gewoonte aangeleerd. Ik heb mezelf aangeleerd van, je kunt prima een handje nemen als je dat wil. Mocht je benieuwd zijn van, hoe doe je dat dan? Schrijf je in voor mijn masterclass Eindelijk Vrij van Eetbuien. Ik zal hem hieronder even linken. Maar je kan jezelf dus wel degelijk andere gewoontes aanleren. En die worden steeds makkelijker. In het begin moet je heel erg oefenen met die gewoontes. Is het misschien nog zoeken van, wat werkt voor mij? Wat is fijn voor mij? Maar daar word je op een gegeven moment steeds handiger in. En dat wordt dus wel een soort van gewoonte, waardoor het gezond leven je steeds makkelijker en natuurlijker afgaat. Als dat tenminste je doel is, hè?
belangrijk om daarbij te herinneren is dat het dus niet altijd goed gaat. Ik eet ook nog steeds wel eens een hele zak M&M's leeg. Ik heb er alleen een totaal ander gevoel bij. Er zit een hele andere lading bij. Ik heb mezelf ook aangeleerd om te accepteren dat het een keertje niet gaat zoals ik van tevoren had gedacht. En dat ik dus ook een keer niet naar mijn lichaam luister. En soms luister ik heel bewust niet naar mijn lichaam. En soms gaat het toch nog weer even onbewust. Dit komt bijna niet meer voor bij mij. Maar het komt wel redelijk vaak voor dat ik bewust eventjes mijn lichaamssignalen negeer. En omdat ik daar dus de controle voor voel. Ik voel dat ik de optie heb om wel of niet naar mijn lichaam te luisteren. Het voelt dus ook niet alsof het me overkomt. Daardoor zit er een hele andere emotionele lading achter. En dat is het allergrootste verschil. Je leert fouten accepteren en je leert fouten, ik noem het nu fouten, maar zelfs het voelt dan niet eens meer als een fout. Het voelt gewoon als van, oh, ik ben eventjes in mijn eigen valkuil getrapt. En het is helemaal oké. Weet je, doordat het zo weinig voorkomt, beperkt het me ook niet in het behalen van doelen. En er komt dus een hele andere lading op te zitten. Hoe lang duurt dit dan? Dat verschilt een beetje hoe erg je ermee bezig bent, hoeveel je hiermee oefent, hoe intensief je ermee bezig bent. En natuurlijk hoe getraind jij zelf bent in het aanleren van andere gewoontes en hoe handig je daarin bent. Weet je, als jij heel veel moeite hebt met reflectief denken, dan zal het wat langer duren. Als jij heel veel weerstand voelt en niet stappen wilt nemen of durft te nemen of kan nemen, dan zal het wat langer duren. Als jij durft te proberen, durft te experimenteren, durft fouten te maken, te vallen en op te staan en daarmee te oefenen, dan zal het waarschijnlijk wat sneller gaan. Heel veel mensen vragen zich dan ook af van, hey, ik heb een 1-op-1 VIP traject waarmee ik dus werk met klanten voor 6 maanden. Is het dan in die 6 maanden echt helemaal opgelost? Nee, echt niet. Maar ik zorg er wel voor dat je alle tools in handen hebt, waardoor je ook de puntjes op de i kunt zetten na het traject nog. Ik zie vaak dat, nou, als ik het in percentages moet uitdrukken, dat het dan voor 80% dat mensen helemaal op weg zijn. En die laatste 20% hebben ze helemaal vertrouwen in van, ja, ik kom daar zelf wel. Weet je, ik weet nu hoe ik gewoontes kan veranderen, hoe ik kan omgaan met fouten, wat voor mij werkt, wat voor mij een fijne opdrachten zijn om te doen als het even niet lukt. Hoe werkt mijn hoofd en hoe kan ik dus omgaan met mijn gewoontes die ik misschien later nog ontdek? Dat zorg ik dat je dat weet na het traject. Ik heb het nu even over het traject, omdat ik ook vaak die vraag krijg van, ja, hoe kan je een complete verandering ondergaan in 6 maanden? Nou, dat kan dus ook niet, maar je kunt jezelf wel aanleren hoe je daarmee verder gaat na het traject. En dat is dus het allerbelangrijkste naar mijn idee. Op dit moment neem ik geen klanten aan in mijn traject. Ik ben op dit moment zwanger. Ik ben ruim 18 weken zwanger. Mocht je nou toch zoiets hebben van, hey, ik heb wel interesse in je traject, je kunt altijd naar mijn website gaan, optimavita.nl, kijken naar mijn 1-op-1 aanbod en mij aangeven via een van de knoppen die daar staat dat je interesse hebt. Dan neem ik even contact met je op en dan plaats ik je op de wachtlijst als je dat wilt. Ik ga namelijk waarschijnlijk rond half mei, eind mei 2024 ga ik weer klanten aannemen. En als jij bij die groep wil horen, ik heb namelijk echt maar 10 plekken tegelijk. Wil jij bij die groep horen, dan ben je de eerste die ik ga benaderen als je op de wachtlijst staat. Dus heb je daar interesse in, dan kun je dat doen. Maar ik hoop dat je nu meer duidelijkheid hebt en weet van, ja, je kunt niet zeggen wanneer het steeds meer een gewoonte wordt. Want voor de een, ik heb nu bijvoorbeeld een klant die na 2,5 maand zit ze nu in mijn traject. Is ze echt al voor, nou, ik zou bijna zeggen 70% op weg. Er zijn ook mensen die er wat langer over doen en die pas richting die 6 maanden echt voor 80% op weg zijn. Ik kan alleen zeggen, als je er 6 maanden dus echt intensief mee bezig gaat, dan is er dikke kans, als jij inderdaad reflectief kan denken, ambitieus bent, ervoor gaat, dat je gewoon voor 80% op weg bent en dat je de rest op eigen kracht helemaal zelf kunt
Dat je het vertrouwen hebt van ik weet hoe ik moet omgaan met mijn eigen gedrag, met mijn eigen gewoontes. Ik weet wat voor mij werkt. Dus ik hoop dat dat antwoord is op je vraag. Volledig automatisch gaat het dus niet. En dat is wat mij betreft dus ook niet mogelijk. Omdat het niet een vaststaande routine is die altijd exact hetzelfde is. Goed, dankjewel voor het luisteren of voor het kijken als je op YouTube kijkt. Ik zie je heel graag in een volgende. Mocht je vragen hebben, kan je altijd hieronder achterlaten. Ik probeer zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. En ik vind het ook altijd leuk als je me even een berichtje stuurt op Instagram. Want ik heb natuurlijk helemaal geen idee bij wie nou daadwerkelijk kijken of luisteren. Mijn Instagram is @optimavita. Dus stuur me zeker even een berichtje. Dat vind ik hartstikke leuk. Dankjewel in ieder geval en tot in de volgende. Doei doei!